vergrijzing wordt heel vaak gezien als een probleem. Terwijl vergrijzing een zegen is. Kijk, en in Nederland heeft niemand het slecht. Daar geloof ik niks van. Minder leuke dingen voor de mensen en meer geld besteden aan wapentuig. Even keurig mijn jasje dicht. Tuurlijk. Tuurlijk. Jullie zijn een fatsoenlijke partij. Zo is het. Heel fatsoenlijk Irak binnenvallen. Nou ja, dat is dan wel net... Mogen Nederlandse kinderen uiteindelijk naar het front in Oekraïne? Dat is weer een hele andere vraag. Jij doet aan de overrompelingstactiek, merk ik. Left. We zijn vandaag bij de boomers van het CDA om te kletsen over Europa. Europese verkiezingen. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe maakt u het? Nou, prima. Onkruid vergaat niet, zeg ik altijd maar. Ik kreeg een uitnodiging voor een bijeenkomst met beperkte toegang. Ik zei van nou, daar ga ik graag naartoe. Later kreeg ik te horen, meneer, u bent niet welkom, want wij hebben gekozen voor jong talent. Waarop ik reageerde en gooi dan het oude talent met het badwater weg. Ik ben van het CDA Midden-Oostenberaad. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wij hebben onszelf destijds opgericht, jaren geleden alweer, 2009 was dat. Omdat we ons zorgen maakten over de hele situatie in Israël en ten aanzien van de Palestijnen ook. Want eeuwenlang hebben ze zeer harmonieus samengeleefd, ging alles goed. En alleen de laatste eeuw is er natuurlijk het klad ingekomen. Ik ben gestopt om te twitteren over Israël en Palestina. Want ik denk, ik zit sowieso altijd fout en je doet het altijd fout. Je kunt er eigenlijk niks mee. Ik heb er een mening over. Ja, een beetje. Je bent ook wel eens op zo'n snoepreisje geweest, of niet? Ik ben op snoepreisje geweest, klopt. Ik ben op snoepreisje geweest, wil je graag over horen. Dat was hartstikke leuk. Sander Schimmelpennink en Viaduc in één bus. Nou, het was echt fantastisch. Maar ze hebben geen ruzie trouwens. Dat is toch het interessantst. Maar betaalt de city dat dan? Nee, je betaalde €500 en je ging dan verder een week lang door al die gebieden geweest. En ja, het was wel een reis die meer waard was dan €500. Zeker, zonder meer. Nou ja, iedere oorlog is verschrikkelijk. Toch doet het CDA vaak gretig mee. Nou, dat kun je niet zeggen, vind ik. Ja, Mali, Afghanistan, Libië, Irak. Palestina wordt gebombardeerd met F-35 onderdelen. En Hanke doet de gloeiende best om die onderdelen te blijven leveren. Ja, nou maakt het mij wel een beetje moeilijk. Wat qua buitenlandse politiek? Eigenlijk vooral hoe jullie dan nu kijken naar de situatie in Palestina. Oekraïne hebben we al behandeld. Oké. Dat is wel jammer, want Oekraïne vind ik wel iets makkelijker. Maar ik ben de beroerdste niet, dus ik doe mee. Oké. Okay. Dan sparen we een beetje. Oké, okay, nou ja, sparen jullie de Palestijnen, vraag ik me dan af, maar goed. En dan zeg ik erbij, dan moet je er eigenlijk niet uitknippen. Kijk, ik kom natuurlijk uit een hele andere wereld als jij. Dat voel jij natuurlijk ook wel. Of ik heb in ieder geval een ander soort ideologie. Ik kom uit een rechtsconstitutief milieu, CDA-erig. Wij hebben altijd, dat is niet mij ingeprent, maar toch wel ergens een soort idee van Israël, dat heeft een reden dat het daar is, dat is goed. En dan is de Palestijnen zijn per definitie, zitten dan toch per definitie in de contramine. Ze zijn niet per se fout, maar dat is toch minder belangrijk. Hè? Dat is toch de visie. Vanuit die achtergrond kost het heel veel moeite om te zeggen, wat Israël doet, dat deugt niet. Nou, die mensen uit hongeren in Gaza en ongeveer alles plat bombarderen wat daar nog overeen, voor zover er überhaupt nog wat overeen stond, dat deugt niet. Dat kost heel veel mensen heel veel moeite. En wat jullie zouden moeten doen, is jullie zouden mensen moeten verleiden, jij zou dat toch moeten kunnen, verleiden om een stapje in die richting te maken. Hoe fatsoenlijk is het CDA? Fatsoenlijk. Opkomen voor een betere samenleving. Mensen die zich inzetten voor andere mensen in Nederland. Mm-hmm. Ook als het om F-35 onderdelen gaat? Nou ja, daar heeft natuurlijk de rechter een duidelijke uitspraak over gedaan. Dat we geen Amerikaanse onderdelen meer mogen doorleveren naar Israël. En daar hebben we ook gelijk gewoon een opvolging aan gegeven. Ja, voordat de rechter dat besluit nam, hadden jullie al de keuze kunnen nemen vanuit de Kamer om het stop te zetten. Maar ook daarna blijkt dat op het ministerie van Buitenlandse Zaken er allerlei pogingen worden gedaan om die onderdelen te blijven leveren. Is dat wel fatsoenlijk? Nou, daar zijn natuurlijk twee zaken van dat de rechter eerst heeft besloten dat het wel mocht.
en daarna de tweede rechter niet. En de minister voor Buitenlandse Handel en de minister van Defensie hebben natuurlijk heel duidelijk gemaakt dat we ook direct gestopt zijn met het doorleveren van die onderdelen na de uitspraak. En dat er geen sprake van is dat we nog dat wel zouden willen doen. Want de rechter is hartstikke duidelijk geweest. Maar die situatie in Palestina wordt wel steeds nijpender. Ja, klopt. Ik bedoel, 1,4 miljoen burgers in het nauw gedreven. Een dreigende invasie. Wanneer trekken jullie dan de grens van nou, nu is het wel evident dat het echt verkeerd gaat? Wij hebben een paar weken geleden is er een motie ingediend die zei van joh, als Israël er niet alles op alles zet om voedsel toe te laten. En het verschrikkelijke leed wat er nu aan de gang is qua de hongersnood niet snel vermindert. Dan moet Nederland met sancties komen. Of in ieder geval dat niet uitsluiten. En die hebben wij ook gesteund. Het CDA levert op dit moment de minister van Buitenlandse Zaken. Wat vindt u daarvan? Ik mis daar heel veel van. Er kan een gebaar gemaakt worden van laten we inderdaad nu opkomen voor gelijke rechten. Nee, niet alleen een gebaar, maar ik bedoel... gelijke rechten dus door het erkennen. Ja, maar Hanke doet bijvoorbeeld haar best om ondanks alles F-35 onderdelen te blijven leveren. Ja, dat is niet, ik bedoel, er wordt gewoon actief steun geleverd aan oorlogsmisdaden. Dat vind ik een hele kwalijke zaak. Maar kijk, het CDA staat voor waarden. Een daarvan is publieke gerechtigheid. Nou, dit is natuurlijk geen publieke, dit is geen gerechtigheid. Israël, haar gedrag loopt zo de spijgaten uit dat zelfs een historisch bondgenoot als het CDA inmiddels moet gaan toegeven dat het nu wel tijd wordt om op te houden. Nou ja, kijk, ik beschouw mijzelf inderdaad als een bondgenoot van Israël. Ik ben ook opgegroeid in die traditie, maar ik ben zelf begin dit jaar naar Israël gegaan. Zowel naar de gebieden waar die verschrikkelijke aanslagen van 7 oktober zijn geweest. Maar ook naar de Westelijke Jordaanhoever om daar ook met de Palestijnen te spreken. En ja, zoals je hebt gezien heb ik daar ook de nodige uitspraken over gedaan. Waarvan ik heb gezegd wat er op de Westelijke Jordaanhoever gebeurt qua illegale nederzettingen. Kan je gewoon niet accepteren. Wacht, ik doe even keurig mijn jasje dicht. Tuurlijk. Tuurlijk. Jullie zijn een fatsoenlijke partij. Zo is het. Zo is het. Vertel. Wat maakt het CDA zo fatsoenlijk? Nou, gewoon een mooie club toch? Over het algemeen vind ik wel dat het fatsoen in het CDA hoog in het vaandel staat. Ja. Maar is dat in de vorm of is dat in de praktijk? Allebei. Allebei. Je vindt nu het huisvestingsbeleid vindt u fatsoenlijk? Dan heb je het over de inhoud. Ik bedoel, het fatsoen is met elkaar omgaan. En dan heeft u verkiest dus de vorm boven de inhoud? Nou, het begint bij de vorm. Ik zou zeggen, het begint bij de inhoud. Nee. Als je een beetje lomp bent, maar je zorgt dat mensen een huis boven hun hoofd hebben? Dat vind ik niet. Je moet vertrouwen opbouwen. Dakloosheid hebben jullie nog niet opgelost. Nee, ik denk dat dakloosheid überhaupt eigenlijk eerder een groeiend probleem is. Hè? Mm-hmm. Wat we zien is dat de woningnood natuurlijk gewoon sowieso heel erg groot is. En dat leidt al voor heel veel mensen dat het heel moeilijk is om een huis te kunnen vinden. Bij sommige mensen spelen er ook nog heel veel andere problemen inderdaad. En dat leidt tot dakloosheid, ja. Mm-hmm. Nou ja, de basis om elk probleem op te lossen is eerst huisvesting, toch? Eigenlijk wel. Minder leuke dingen voor de mensen en meer geld besteden aan wapentuig. Nou, er zijn heel veel sociale huurwoningen in Rotterdam. Ik denk dat zo'n 40%... Nee, 60% van de inwoners komt op basis van hun inkomen in aanmerking voor sociale huurwoning. En er is maar iets van 44. Maar ik denk de landelijke... En de dakloosheid explodeert. Ik ben hier op de fiets naar het station gekomen. Mm-hmm. Ik zie gewoon de mensen in de tunneltjes liggen. Dat is toch schandalig? Dat is een breder probleem dan alleen een volkshuisvestelijk probleem. Als je kijkt naar... Het begint wel echt met een huis, hoor. Betaalbare huisvesting is wel echt de belangrijkste manier om te voorkomen dat mensen op straat slapen. Kijk, en in Nederland heeft niemand het slecht. Daar geloof ik niks van. Neem mensen op straat, neem het gewoon... Ik denk, als ik kijk naar... Ik ben veel in het buitenland. Als ik kijk naar wat ik in het buitenland zie en wat ik hier tegenkom in Nederland... Maar de mensen die ik elke dag op straat zie slapen... Ik fiets dan hier naartoe en dan zie ik iemand onder een brug liggen en u denkt, die heeft het gewoon goed.
dat komt voor. En dat zal ook altijd blijven. Maar dat heeft niks te maken met een fatsoenlijk beleid. En met vanuit welke blik kijk je naar de economie? Is dat meer dat Anglo-Saksische aandeelhouderskapitalisme? Of is dat meer het Rijnlandse denken? Waarin je zegt dat een bedrijf is niet alleen van zijn aandeelhouder. Maar dat het bedrijf is eigenlijk een beetje van ons allemaal. Mm-hmm. En een bedrijf... In mijn visie dan volledig van de werkers. Maar jullie willen dat een beetje. Maar goed, hè? Ja, maar dat is ook... Kijk, volledig in overheidshand is vaak ook niet goed. Hè? Dus... Van de werkers. Ik zeg niet van de... Niet van deze overheid. Deze overheid is niet van de werkers. Nee, oké. Dus dat is meer de marxistische variant. Daar ben ik dan ook wat minder voor. Wat vindt u zo bijzonder aan Leftlezer? Scherp. Met veel humor. Maar toch met veel insinuaties. Mm-hmm. We proberen ook een beetje het absurde en het tragicomische van de realiteit te laten zien. Ja, dat lukt, mag ik zeggen. Maar ook om onze twee jongens iets mee te geven... over de prijs die is betaald voor onze vrijheid. We bezochten de stranden waar op 6 juli 1944 jonge Amerikanen, Britten en Canadezen aan land kwamen en vochten voor hun leven. We zijn in een economie waarin zeg maar, het maatschappelijk welzijn bovenaan staat. Je had het over een bezoek aan Normandië. Ja. Met je kinderen. Ja. Mogen Nederlandse kinderen uiteindelijk naar het front in Oekraïne? Dat is weer een hele andere vraag. Jij doet aan de overrompelingstactiek, merk ik. Kijk, op dit moment nee. Omdat wij natuurlijk ervoor gekozen hebben om Oekraïne te steunen met geld en met middelen. Mm-hmm. Maar het punt is natuurlijk dat we niet weten hoe de geschiedenis zich ontwikkelt. CDA is nu veroordeeld nu keihard de Russische militaire invasie. Terecht lijkt me. Ja. Maar wie zijn zij om de moral high ground aan te nemen over welke landen je wel en niet mag binnenvallen? Het antwoord daarop is dat Nederland een kort geheugen heeft en dat weet jij ook. Voor het CDA is het glas helder. Nederland en Europa zullen Oekraïne moeten blijven steunen. Met geld en met wapens. Gaan we ook proberen te de-escaleren. Want er lag nu heel veel nadruk op het vechten, op wapens. Ja, maar ik hoorde heel weinig vrede. Dit is weer een hele linkse... Wie escaleert er nu? Ik vind dat een heel raar frame. Alsof wij aan het escaleren zijn. Op het moment dat... We hebben inmiddels onze F-35 geleverd. En daar wordt nu over gespeculeerd of die offensieve operaties op Rusland mogen gaan uitvoeren. Dat vind ik toch een redelijke escalatie richting een derde wereldoorlog. Nee.